Welkom bij de vierde aflevering van het Rabo Hockey Journaal. In Den Haag werd zondag Naomi van As gehuldigd als wereldspeelster van het jaar. Eindelijk, want de prijsuitreiking was er in december eventjes bij ingeschoten bij Wereldhockeybond FIH. Van As, die na haar wedstrijd naar Hilversum reed om vervolgens per helikopter terug te vliegen naar Den Haag, kreeg van de gemeente een beeldje uitgereikt. De uitreiking overtrof haar stoutste verwachtingen, liet Van As tegenover de media weten. Wij zijn vooral benieuwd of Luciane Aymar, met wie Van As de prijs moet delen, ook binnenkort gehuldigd wordt. Wellicht in Bilthoven, want de Argentijnse ster staat immers op de spelerslijst van SCAC. We blijven in Den Haag, waar zondag ook de finale van de Talentencup werd gespeeld. De mannen van Kampong versloegen Hurley met 3-2 en kregen een cheque overhandigd van 2500 euro. Het bedrag was niet voor de bierpot, maar voor de jeugdopleiding. En zo kwam er na 6 speelweekenden een einde aan de Talentencup, die in mijn tijd gewoon de Ik Mag Niet Mee Cup heette. Hoewel de geluiden in de wandelgangen anders deden vermoeden, was organisator HHCV zeer te spreken over het verloop van de alternatieve competitie. Het succes was volgens de belangenvereniging zelfs zo groot dat er wordt nagedacht over een tweede editie. We verplaatsen ons van Den Haag naar het Amsterdamse Bos. Hier versloegen de vrouwen van Laren, ongetwijfeld dankzij onze bemoedigende woorden, Amsterdam op eigen veld met 2-0. En was onze voorspelling dat Laren landskampioen gaat worden vorige week nog een ernstige vorm van scorebordjournalistiek? Zondag hebben we met eigen ogen de kracht van Laren mogen aanschouwen. We blijven dan ook bij onze voorspelling. Op een steenworp afstand van het Wagener Stadion speelden Pinoquet en Oranje-Zwart tegen elkaar. En in die wedstrijd werd duidelijk dat Ageet Boomgaard, de coach van de Eindhovense ploeg, een goed beeld heeft van haar team. Want OZ, dat nog in de race is, of moeten we zeggen was, voor een plaats in de play-offs, kwam bij nummer 11 Pinoquet niet verder dan een gelijkspel. Ik ben niet bescheiden, maar realistisch. Het doel was handhaving en dat gaan we zeker halen, liet Boomgaard afgelopen donderdag aan hockey.nl weten. Of die bescheidenheid zondag resulteert in een overwinning tegen laagvlieger HDM, weten we volgende week. Tot dan!